Het parlement van Taiwan heeft een lans gebroken voor homoseksuelen. Het Taiwanese parlement is het eerste in Azië die het homohuwelijk na een stemming vandaag heeft gelegaliseerd. Het constitutioneel hof van het eiland oordeelde in 2017 dat paren van hetzelfde geslacht het recht hadden om legaal te trouwen. Het parlement kreeg 2 jaar en moest de wijzigingen voor 24 mei doorvoeren. Wetgevers debatteerden over 3 verschillende wetsvoorstellen om huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht te legaliseren, de wet van de regering, de meest progressieve van de 3. Werd uiteindelijk aangenomen. Duizenden supporters van homorechten verzamelden zich in de regen buiten het parlementsgebouw in de hoofdstad Taipei, om de historische uitspraak af te wachten. Er waren vreugdekreten en emotionele omhelzingen toen het resultaat werd aangekondigd, maar conservatieve tegenstanders zijn boos door de stemming. De 2 andere wetsvoorstellen waren ingediend door conservatieve wetgevers. De voorstellen verwijzen naar partnerschappen als homoseksuele gezinsrelaties of homoseksuele relaties in plaats van huwelijken, maar de wet van de regering. Ook de enige die beperkte adoptierechten biedt, werd aangenomen met 66 tegen 27 stemmen. Het wetsvoorstel werd ondersteund door wetgevers van de meerderheid van de Democratische Progressieve Partij. De Taiwanese president Tsai Ing-wen moet het document tot wet verheffen alvorens het van kracht wordt. Verschillende activisten van hetzelfde geslacht hadden voor de stemming gezegd dat dit de enige versie was die ze zouden accepteren. Ik ben zeer verrast, maar ook heel blij. Het is een heel belangrijk moment in mijn leven, vertelde Jennifer Liu, hoofdcoördinator van de activistgroep Marriage Equality Coalition Taiwan, aan de BBC. Het voorziet echter nog steeds niet aan volledige huwelijksrechten, we moeten nog steeds vechten voor medeaanvaarding, en we zijn niet zeker van het huwelijk tussen buitenlanders en Taiwanese. En ook van gendergelijkheidsonderwijs, ze voegde eraan toe, het is een heel belangrijk moment, maar we zullen blijven vechten, we zijn Taiwanese en we willen deze belangrijke waarde voor ons land. Voor onze toekomst, voor mij is de uitkomst vandaag niet 100% perfect, maar het is nog steeds redelijk goed voor de homogemeenschap omdat het een wettelijke definitie biedt, zegt Elias Tseng. Een homoseksuele voorganger die sprak met persbureau AFP buiten het parlement. De Taiwanese zanger Jolin Tsai plaatste een foto van een regenboog op Facebook vergezeld van het bijschrift Gefeliciteerd, iedereen verdient geluk, Taiwan is een leider voor homorechten in Azië. Waar jaarlijks een Gay Pride parade wordt gehouden in Taipei, waar LGBT-groepen uit het hele continent aanwezig zijn, de wet werd ook gevierd door veel LGBT-mensen in de regio, Paul Ng, uit Singapore. Vertelde de BBC dat hij en zijn vrienden het als een gelegenheid zagen om te vieren, ook al zijn we geen Taiwanese, het is een succes voor ons, voor alle homoseksuele mensen, hij gaat verder. Voor Singaporezen is dit vooral belangrijk omdat onze regering graag door wil gaan met het behouden van Aziatische waarden. Dus dit stuurt een zeer belangrijke boodschap naar andere ontwikkelde landen in Azië, Wong Ka-ying, een LGBT-kunstenaar in Hongkong. Zei dat de beslissing van Taiwan zou helpen het bewustzijn te vergroten, hoewel ze betwijfelde of het effect zou hebben op meer conservatieve plaatsen zoals Hongkong of het vasteland van China. Vietnam decriminaliseerde de homohuwelijksvieringen in 2015, maar stopte met het verlenen van volledige wettelijke erkenning voor homoseksuele seksen. Hoewel het homohuwelijk in China nog steeds illegaal is, werd homoseksualiteit in 1997 gedecriminaliseerd in het land en 3 jaar later officieel verwijderd uit de lijst met psychische aandoeningen.
Elders in Azië veranderen de wetten om meer tolerante attitudes tegenover LGBT-groepen weer te geven. In een historisch besluit oordeelde het Indiase Hoge Rechtshof dat homoseks in september 2018 niet langer een strafbaar feit was. De aanpak verschilt echter in andere Aziatische landen. In april kondigde Brunei strikte nieuwe islamitische wetten aan waarbij anale seks en overspel strafbaar werden gesteld door steniging tot de dood. Maar er wordt beweerd dat het de doodstraf voor homoseks niet zal afdwingen.